Ik ga deze binnengooien. De rest mag buiten blijven staan. Ja. Mevrouw? Hallo, mag ik u iets vragen? Ja. Wat bent u aan het doen? Aan het spelen met mijn poppenhuizen. Nee, we hebben net een vracht uit Denemarken binnengekregen van poppenhuizen die ik besteld had. En nou, die komen ze net brengen. Maar zoals je ziet past het niet geheel in het pandje. Dus ze blijven even staan tot mijn man ze komt halen. En dan gaan we ze thuis in elkaar zetten. En dan worden ze hopelijk zo snel mogelijk binnengebracht. En dan gaan we ze weer verkopen. Want wat u verkoopt spullen voor poppenhuizen? Poppenhuizen, poppenhuisspulletjes. En uit Engeland, Denemarken, Duitsland vandaan. Mag ik misschien even met u binnenkijken? Ja, heel graag. Kom u verder. Het is krap aan, maar wel gezellig. Want normaal staan er hier een stuk of zes. En dan ook nog hieronder. En ja, dat is een beetje op. Dus ik ben echt blij dat het er nou weer binnenkomt. Deze op de voorstoel. Die is wel zwaar. Zal je even achter je aanrijden als je helpt jou om eruit te halen? Ik kan ook nog een. Zet hem even in mijn auto. Yes. Gaan we los, man. Wat doen, jongens? U heeft het er maar druk mee, hè? Gelukkig wel, ja. Ja, het is. En ook nog klanten. Met klanten heb ik het gelukkig ook druk. Want anders zou je zeggen, het is alleen maar eromheen. Maar het loopt heerlijk. Maar er is dus toch nog wel belangstelling voor het poppenhuizen. Het is weer helemaal terug van weg geweest. En het is voor groot, klein. En ja, iedereen is ermee bezig. Mannen, vrouwen, alles. En ja, dat maakt het zo leuk. Het is een heel wereldje op zich. En het is, ja. Je kan het op een vierkante meter kan je frummelen en je kan hele huizen maken. Dus het is voor iedereen, kan er echt zijn eigen ideeën in kwijt. Dus dat is het leuke ervan. Mevrouw, meneer, tweemaal koffie. Ik kom niet zo'n groot stuk gebak op vandaag. Nee, het is gereduceerd tot pepernoten. Die kleine ronde tonnetjes, dat zijn ook allemaal verschillende. Kijk, dit zijn de grotere. En dan heb ik hier nog de in de minis. Kijk, die zijn ook scheetig. En die heb je in ook verschillende, zie je, met een belletje erop. Plan om verder uit te breiden, want zo te zien kunt u nog wel wat extra ruimte gebruiken. De mensen vragen me altijd van, heb je dit, heb je dat? Dan zeg ik, nee, dit en dat. Ja, maar het is ook zo klein, zeggen ze dan. Je moet, ik zeg, ja, de muren geven nou eenmaal niet mee. Ik heb hier wel een bovenverdieping, maar ja, daar staat de voorraad. En dan zeg ik, ja, maar dit is al een poppenhuisje op zich. Dit is mijn poppenhuisje. En als ik groot ga, kan ik zelf niet meer overzien. En personeel kan ik niet betalen. Ja, en of ik nou 100 klanten of 500 klanten. Ik bedoel, we hebben toch nooit genoeg dan. Want er is hier zoveel in te krijgen dat als ik alles wil hebben, dat ik drie zaken nodig heb. Ik hoef er niet echt van te leven dat ik zeg, ik moet hier rijk van worden, want dat lukt je niet. Het gewoon, ja, het voldoening is meer als de verdiensten. Nou, u heeft alweer nieuwe klanten. Ik ga het nog even vragen of ik tenminste te woord kan staan. Mag ik u hartelijk danken voor het meekijken? Nee, u bedankt. En nog heel veel succes met deze poppenwinkel. Nou, dank u wel. En tot ziens maar. Oké, bedankt. Dag. Dag. Mevrouw, meneer, kan ik u nog ergens mee van dienst zijn? Of...